Vorig jaar in november, medio november, hebben we een modelwoning gemaakt. We dachten dat wij zeg maar alles op een rit hadden qua voorbereiding. En de bewoners zijn allemaal geweest en ze hebben een hele mooie brochure ontvangen met allerlei maatregelen. En ze konden keuzes aangeven. Alleen wij hebben twee dingen waar wij nu tegenaan liepen de laatste tijd. Dat is vleermuizen. We werden door iemand benaderd dat er vleermuizen aanwezig waren. En dat er toch meer asbest in was, zat dan dat wij verwacht hadden. Onderzoek moet dat nog uitwijzen in welke mate de vleermuizen aanwezig zijn. En wel, wat voor plaatsen. Maar goed, dat gaat misschien nu te ver in detail om dat aan te geven. En op basis daarvan moeten we een plan van aanpak maken. En het kan zijn dat we wel gewoon binnen kunnen renoveren. En dan daarna bijvoorbeeld de balustrade waar ze in voorkomen. Dus de betonnen balustrade die je hier ziet. Dat we die na de september gaan uitvoeren. Voor de voorbereiding van dit project hebben wij de asbestinventarisatie gedaan, zoveel mogelijk. Daar bleek ook wel dat de asbestbeplating in zat aan de buitenkant van de gevelpuien. Nou blijkt, in december hebben wij een nader onderzoek gedaan en kijken naar een soort plan van aanpak samen met de asbestuitvoerder. Nou bleek dus ook lijm in de kozijnen te zitten en in de constructies. Dus in het tussen het metselwerk en de binnenkant van de kozijnen, waardoor we niet kunnen zagen in de kozijnen. Dus dan moet je eerst weer even nader onderzoeken, moet naar het laboratorium toe en op basis van de uitkomsten daarvan gaan we het plan van aanpak aanpassen. En dat loopt nu.